Dank u, voorzitter. Ik zal het zo kort mogelijk houden. We spreken vandaag over het voorgenomen besluit van de minister om 2 van de 4 kinderhartchirurgiecentra in ons land te sluiten. Waarom? Is de kwaliteit van de zorg in deze centra wellicht in het geding? Geenszins. Integendeel, ze behoren tot de beste kinderhartchirurgiecentra in de wereld met lage mortaliteit, weinig complicaties en een gering aantal hersteloperaties. De inspectie schrijft in een brief van 13 januari jongstleden, citaat, op dit moment constateert de inspectie dat de zorg voor de individuele patiënt bij alle centra onder de huidige omstandigheden voldoende geborgd is. Einde citaat. Ook de wetenschappelijke output van deze centra behoort, lezen we in de stukken, tot de hoogste ter wereld. Dus we mogen er trots op zijn. Misschien zijn desalniettemin de patiënten ontevreden. Dat zou dan kunnen. Allerminst, voorzitter. We hebben hier meermaals petities in ontvangst mogen nemen en zijn bedolven onder de brieven en e-mails van patiënten die willen voorkomen dat hun hartcentrum moet sluiten. Zijn er wellicht financiële problemen? Nee hoor, deze centra draaien geen vlies en kunnen hun broek zelf ophouden. Willen de betreffende ziekenhuizen zelf de centra sluiten en iets anders gaan doen? Absoluut niet. Ze dreigen zelfs met juridische procedures als ze gedwongen gesloten worden. Kortom, waarom drukt de minister, terwijl er geen enkel probleem lijkt te zijn, het besluit om deze 2 centra te sluiten toch door? Daarvoor heeft de minister eigenlijk maar 1 argument. Volumenormen die gehaald moeten worden. Laten we daar nu eens naar kijken. In het rapport Zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking lezen we dat er per jaar zo'n 1000 operaties worden uitgevoerd op kinderen met een aangeboren hartafwijking. Dit aantal is door de jaren heen vrij stabiel en het rapport vermeldt ook expliciet dat er geen reden is om aan te nemen, gezien de bevolkingstoename en de verandering van de samenstelling van onze bevolking, dat dit aantal zal afnemen in de toekomst. Ook lezen we op pagina 23 van dit rapport dat het omslagpunt voor wat betreft de mortaliteit, ik herhaal omslagpunt voorzitter, ligt tussen de 200 en 300 operaties per jaar per kinderhartchirurgiecentrum. Met andere woorden, zo'n 250 operaties per jaar per kinderhartchirurgiecentrum. Is voor wat betreft de mortaliteit en dus de patiëntveiligheid optimaal. Niet minder en, ik zeg dit met nadruk, voorzitter, ook niet meer. Wat dat laatste betreft vermeldt het rapport expliciet het volgende, voorzitter. Ik citeer, een interessante observatie in een van de publicaties is een negatieve uitschieter. Namelijk een groot centrum dat werd geëxcludeerd vanwege exceptioneel hoge mortaliteit. Dit is een van de eerste studies die een potentieel nadeel van te grote centra aantoont. Einde citaat. Een van de eerste studies. Er zijn dus nog meer wetenschappelijke studies die erop wijzen dat grote kinderhartchirurgiecentra van meer dan 300 operaties per jaar een gevaar kunnen opleveren voor de patiëntveiligheid. Een gevaar. Verderop stellen de auteurs van dit rapport dan ook, tevens zijn er aanwijzingen dat er ook bovengrenzen zijn aan het volume. Met andere woorden, kinderhartchirurgiecentra kunnen niet alleen te klein, maar ze kunnen dus blijkbaar ook te groot zijn. Meer dan 300 operaties per centrum per jaar is niet, ik herhaal voorzitter, volgens wetenschappelijk onderzoek dus niet goed voor de mortaliteit en de patiëntveiligheid. Integendeel. De mortaliteit lijkt gemiddeld het laagste liggen in centra met zo'n 250 operaties per jaar. Aan de minister zouden we graag willen vragen hier eens op te reflecteren. Hoe zou het nou toch komen dat keer op keer uit wetenschappelijke studies blijkt dat ziekenhuizen niet alleen te klein, maar ook vanuit het oogpunt van zowel kwaliteit als efficiëntie te groot kunnen zijn? En moeten we in dit specifieke geval dan dus niet voorkomen dat er kinderhartchirurgiecentra ontstaan waar te veel, dat wil zeggen meer dan 300 operaties per jaar worden uitgevoerd? En als dat zo is, en dit is de hamvraag, waarom kiest de minister met gemiddeld zo'n 1000 operaties landelijk per jaar dan voor een de facto volumenorm van gemiddeld 500 operaties per ziekenhuis met 2 centra? Ver boven de bovengrens van 300, die door de leden van de werkgroep die het zojuist genoemde rapport hebben geschreven, wordt aangehouden. Met andere woorden, is 4 niet precies het goede aantal kinderhartchirurgiecentra voor ons land en zijn 2 centra er niet veel te weinig. We hopen dan ook, voorzitter, ter afsluiting, dat de minister afziet van zijn, in onze ogen, volstrekt onbegrijpelijke voornemen 2 van de 4 centra te sluiten en de kinderhartchirurgie in ons land, waar we heel trots op mogen zijn, eindelijk het rust laat. Dank u, voorzitter. Vind je het leuk wat we doen? Subscribe dan op ons kanaal en mis nooit meer een video van Forum voor Democratie. Ga ook naar fvd.nl en word lid, net als meer dan 60.000 anderen. Alleen samen kunnen we de noodzakelijke verandering realiseren.